Er staat vandaag een eredivisiewedstrijd op het programma. De wedstrijd van vandaag gaat tussen PSV en Ajax. PSV moet aan de bak vandaag, Jori. Deze ploeg gaat voor het kampioenschap dit seizoen. Daar hoort een goed voorseizoen bij natuurlijk. Hans de Notenboom is de scheidsrechter vandaag. Deze wedstrijd, we gaan hem nu gewoon bekijken. Schöne. Andersen. Kiest op het goede moment. Van der Hoorn. Ja, en nu? De paas lijkt goed te zijn. Ze vechten om de bal. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Wat een waanzinnig schot. Scheelt bijna niets. Niklas Moisander. Poylussen. Sigurdsson. Ik ben benieuwd wat hij vandaag laat zien, Jori. Deze jongen geeft altijd alles in de aanval. Zijn medespelers kunnen hem altijd aanspelen. Depay. Van der Hoorn. Ajax mag doorspelen en krijgt hier wat ruimte. Terug die bal. Hij verliest de bal. Poylussen. Andersen. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Opgebouwd. Ja, hij was te vroeg weg, vlog omhoog buiten spel.
een slijding. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. En het spel gaat alweer door naar die snel genomen vrije trap. Giorgino Wijnaldum. Nu voorzetten. Goed geplaatst. Giorgino Wijnaldum. Nee, die bal komt recht in de handen van de keeper. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Cornelissen. Andersen. Wat een beeldschoon balletje. Andersen. Niklas Moisander. Van der Hoorn. De tikkel is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer? Ja, en nu? Wat een vaart. Weer de bal en terug. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Schöne. Ruiz. Andersen. Sigurdsson. Houdt die bal bezit. Giorgino Wijnaldum. Ruiz. Ruiz. Hij speelt de sterren van de hemel. PSV heeft het bal bezit te pakken. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Oh, wat een wilde actie van die verdediger. Sigurdsson. Komt die verdediger tegen. Als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. En wordt voorgegeven. Locadia! Nee, daar verschoot je deze doelman niet mee. Giorgino Wijnaldum. Ruiz. Ja, en nu? Dat was gruwelijk mooi. De bal raakt de keeper en gaat alsnog over de lijn. Ongelooflijk! PSV zet de wedstrijd op zijn kop met deze goal. Snel gespeeld en prima in de hoek geplaatst. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Zo, de eerste helft zit erop. Die goal net voor de rust, dat zal ze zelfvertrouwen geven voor de tweede helft. Ja, het is wel een goed moment om te scoren vlak voor rust. En ja, dat geeft wel moed voor de tweede helft.